De districtscommissaris Mike Nerkus van Paramaribo Noordoost geeft in een gesprek met onze nieuwsdienst aan dat elk besluit dat een burgervader neemt in het belang van land en volk is. Hij geeft verder aan dat middels decentralisatie er veel meer gedaan kan worden aan wegen en lozingen. Er is heel veel dat gedaan moet worden. We hebben veel open en gesloten rioleringen. Je kan niet overal tegelijk zijn, toch? Misschien een beetje meer decentralisatie van de uitvoering, toch? Zou dat zou kunnen helpen, dat er meer gedaan zou kunnen worden. Maar dat moet denk ik moet dan ook een beetje worden in vorm worden gegoten, zodat de uitvoering beter kan zijn. Maar al met al wordt er vanuit de verschillende ministeries, waarbij de lozingen, waar de lozingen onder vallen, wordt er moeite gemaakt om dat te kunnen klaren. Nerkus geeft aan dat hij eerder als DC van Paramaribo fungeerde in Zuidwest en thans in Noordoost. Het bestuurswerk is in alle districten hetzelfde. Alleen de werkwijze en de procedure om zaken af te handelen kunnen verschillen. Het aantal bestuursresorten in het district Sipaluwini is sinds kort verruimd van 2 naar 7. Ludwig Mettendaf is op 2 november 2016 aangesteld als DC in een van de nieuwe resorten. En wel het bestuursresort boven Koppenamen. Mettendaf maakt vanwege ruimtegebrek op het districtscommissariaat van Sipaluwini momenteel gebruik van een ruimte in het gebouw van Paramaribo Noordoost. De DC kijkt uit naar de middelen die de overheid moet overmaken op de rekening van zijn commissariaat. Tot nu toe doet hij het met donormiddelen. Het is een vorm van zelfwerkzaam en zelfredzaamheid. We kijken naar de donoren. We blijven vragen en het ministerie heeft ons beloofd dat heel binnenkort er middelen op onze rekening worden gestort. Ik begrijp dat zonder middelen kunnen we niet werken, dus daarop zitten wij ook te wachten. Het gebied heeft veel potentie. Het is een visrijk gebied. Heel veel hout ligt daar en andere mineralen. En wij proberen dan op onze manier gebruik te maken van die hulpbronnen, zodat we ook aan middelen kunnen komen. Heel binnenkort ga ik met alle houtconcessionarissen overeenkomsten aangaan, zodat ze ook een beetje kunnen helpen. Het komt ook een beetje kunnen helpen met middelen. Aldus DC Ludwig Mettendaf. Hij geeft verder aan dat hij liever vandaag dan morgen in zijn resort wil vertoeven, maar heeft daarvoor het minimale nodig. Namelijk een commissariaatsgebouw, dienstwoning, goede dienstvoertuig en een boot.